bij mijn nieuwe video. Vandaag ben ik bij een hele leuke plek. Want om me heen zie je dat het heel erg mistig is. Maar vandaag ben ik bij de Wereldmuseum. En bij de Wereldmuseum is er ook Afrika 010. En daar ga ik dus naartoe. Ik kan echt niet wachten. Kijk, deze mevrouw hier, die heet Chamrosi. Het is echt een hele mooie foto. Met ook daar een masker. En wij gaan zo ontdekken wat er allemaal te doen is in Afrika 010. En dan neem ik jullie sowieso mee. Ik ben nu bij de ingang van het Wereldmuseum. Ziet er echt heel mooi uit. En als jullie het herkennen, voor de mensen die Bombini Holland hebben gezien, de film van Shandino, is daar ook hier geschoten. Dit was volgens mij het hotel van een rijke man, van een meisje. Ik weet het niet meer, maar het was echt super leuk. En daar gaan we nu naar binnen. Dus als we binnenkomen zien we al hele mooie dingen. Kijk hier. En als we hier verder gaan zien we ook een filmpje van Chamrosi. Het is echt leuk. Het ziet er al super leuk uit. Ik kan echt niet wachten. Afrika 010 is een tentoonstelling over continent Afrika. Daarin worden verschillende landen centraal gesteld. En 010 is natuurlijk Rotterdam. Ja. En dan hebben we het over de hedendaagse Afrika. Want hoe zien we Afrika nou terug in Rotterdam tegenwoordig? Nou, als je de tentoonstelling bekijkt, maak je een hele mooie reis eigenlijk door de tijd. Dus het Afrika van vroeger en uiteindelijk ook het Afrika van nu. Eigenlijk, als je hier komt, kan je gewoon de Afrika van vroeger en nu bekijken. Inderdaad, ja. Dat is best cool. Ja. En wat zijn er allemaal hier te doen eigenlijk? Het is vandaag is er een kinderactiviteit. Dus dan zijn er verschillende dingetjes te doen. Toevallig gaat het vandaag over ivoor. Maar je kan een tentoonstelling bewonderen. Je kan een rondleiding krijgen. Je kan eten in het restaurant of in de lunchroom. Ja. Dus er is inderdaad er is een hoop te doen. En is het elk jaar of? We hebben wisselende tentoonstellingen. Dus Afrika 010, dat is een tentoonstelling voor nu. En die komt waarschijnlijk ook niet meer terug. En loopt tot 8 januari en dan is er weer een nieuwe tentoonstelling. Oké, dus deze loopt in ieder geval tot 8 januari en dan is er weer een nieuwe. Dus wat is de website eigenlijk? www.wereldmuseum.nl. En je kan ook naar www.afrika010.nl. Dat gaat alleen over Afrika 010. Als je alleen wil weten over Afrika 010, moet je op www.afrika010.nl. En als je weer wilt weten over het Wereldmuseum, www.wereldmuseum.nl. Super makkelijk! En dan kunnen jullie ook eens hier komen om Afrika te beleven. Ja. We zijn hier op een nieuwe afdeling van het museum en hier is de meneer Stijn. Hi. En wat is hier eigenlijk de bedoeling? Je staat hier in de educatieve ruimte en vandaag hebben we hier verschillende workshops omdat het kerstvakantie is. Ja. Dus je kan hier een opdracht doen met Afrikaanse postzegels. Je kan een kente vlechten, dus dat is een traditioneel Afrikaans kleed. En vanmiddag kan je hier een watergeest leiden. Een watergeest? Ja. Een watergeest, die werden aanbeden in Afrika, omdat ze geloofden dat de watergeest zorgde voor de golven in de zee, voor de regen. En water is natuurlijk heel belangrijk als je moet eten en drinken.
Dus die waren heel belangrijk in de Afrikaanse cultuur. Ja, dat is best leuk. Dus hier zijn gewoon verschillende knusselopdrachten die je kan doen, ja. Activiteiten. Je kan nu leren over Afrika. Zeker, ja, klopt helemaal. Ja, dat is heel handig. Ik ga zeker wat knutselwerkjes maken. Superleuk. Ja, ik ga nu beginnen met een kleine knutselwerkje. Dus ik heb hier allemaal verschillende postzegels. En hier is eentje van Kenia. Dit is een flamingo, kijk of jullie het zien. Deze is van Kenia. Deze is van Oeganda. Het zijn verschillende postzegels. Deze is zelfs van Sierra Leone, waar ik vandaan kom. Oh. Dit is Steven. Is een oude president van Sierra Leone, heb ik gehoord. En hier kan je dus postzegels maken. Dus ik pak deze blad en ik ga alvast beginnen. Je wilt graag naar Afrika, maar of je hebt niet genoeg geld of je kan het gewoon niet. Met deze postzegels heb je nog steeds de kans om Afrika te kennen, want als je niks erover weet, door deze postzegels weet je er toch nog wel wat van. Bijvoorbeeld dit is Kenia. En hier zien jullie een flamingo. Misschien zijn er zelfs flamingo's in Afrika. Oh wacht. Dat zijn er in Kenia. Nu weet ik het. En hier zie ik ook van Marokko. Een Marokkaanse munt. Munt. En dat, nu weet ik ook dat deze soort muntjes in Marokko zijn. Dus je leert het gewoon van postzegels. Zelfs dat je niet zelf naartoe gaat. Gewoon van postzegels. Dat is zo handig. Deze is echt handig. Dat is echt leuk. Ik heb hier deze blad waar ik mijn postzegels op heb geplakt. Dus ik ga het mee naar huis meenemen. En gaan we verder kijken wat hier allemaal in het museum is. En hier staan gewoon knutselspulletjes waarmee je manden kan maken. Gewoon hoe ze in Afrika doen met die takken en die touwtjes. Kan je gewoon manden maken hier. Van papier. Echt super leuk. Zoveel activiteiten hier. Je kan er zoveel beleven en doen uit Afrika. Dan weet je ook hoe hun voelen als hun knutselwerkjes doen. Knap hoor. Oh, oh. Knap hoor. Dus we gaan even naar beneden. Hey! Woe! Hey, zag je dat? Ik zag net een super mooie Afrikaanse masker. Wauw. Dat kwam gewoon zo. Hé, hey, nog eentje. Zo. Dat is best handig. Dan kan je het ook zien terwijl je naar beneden gaat met de lift. Oh, ik ga weer naar boven. Twee volgens mij. Mm-hmm. Ja. En dan kunnen we het alweer zien. Gaan we weer naar boven. Yeah. Wauw. Oh, zie je dat? Oh. Dat is echt leuk. Oh, nou, we zijn er. We zijn nu aangekomen bij een super mooie plek. Kijk dan, het is wel een beetje donker. Kijk, wow, kijk deze horns. Hoe het is gemaakt. Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar er zijn van die Afrikaanse print erop. Dat zijn dus ivoren. Het is best illegaal om ze eraf te hakken, want dan kunnen olifanten doodgaan en ik vind het gewoon super zielig. Het is wel mooi wat ze van maken, maar het is heel slecht. Heel slecht. En hier zie ik foto's van mensen die het dus doen. Even kijken. Kijk, hier hebben ze van die ivoren van de olifant en ze zitten daar gewoon chill. Ik snap niet waarom ze het doen. Voor wat? Het begint een beetje donker te worden. Ah, wow. Kijk. Liberia. Hier laat ze gewoon spullen zien. Informatie over Liberia. Zo zag het eruit in 1867. En er zit gewoon informatie over Liberia. Echt leuk. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een hoed.
die ze daar hebben. Een hele grote. Eentje met volgens mij stro van die touwtjes erop. Ziet er echt leuk uit. En kijk nou, niet alleen Liberia, maar ook Ghana. Ze hebben gewoon hier verschillende landen, denk ik. En hier staat nog informatie over Ghana in de 19e eeuw. Ghana in de 19th century. Ja, hetzelfde wat ik daarnet zei. En hier zit nog wat spulletjes van Ghana. Kijk, dit hier. Jullie zien gewoon een normale stoel. Maar dit is eigenlijk de stoel waar de koning op zat. De koning. Oh, hier zie je nog een kleedje. En het is niet zomaar een kleedje. Het heet een kente. Het is best mooi. Ze hebben van die verschillende figuren erop. Het zou een hele mooie jurk zijn, dat weet ik zeker. Dit is de kroon van de koning en de koningin. Ziet er super mooi uit. Wauw. Het is echt goed gemaakt hier zo. En dan gaan we verder naar een ander land. Dus we zijn klaar in de landenruimte. Zag er super mooi uit. Dus nu komen we in een wat donker ruimte. Kijk of. Ah, jullie zien me al wat beter. En kijk wat ik hier zie. Een super mooie masker. Kijk dan. Dat is toch cool? Kijk hoe die eruit ziet. Afrikaanse masker. En een super groot hoofd. Masker vol met veren, heet Nunga en komt uit Angola. Ziet er super leuk uit. Nou zullen we een beetje verder lopen. Dit is zo cool hoe het is gedaan. Zo vol met gangen en palen. En met elke paaltje zit een mooi standbeeld. We gaan nu weer naar boven. Volgens mij is dit een muziekgedeelte. Want ik zie al muzikale instrumenten, gitaren, trommels. Ziet er echt leuk uit. Dus zullen we maar naar boven gaan? Die kant op dus. Oeh, en ik hoor al van die geluidjes. Kijk dan dit. Zo. Dan lopen we verder. Wow. Kijk dan. Al die stambeelden. En die hoeden. Kleedjes. Bij de moderne bus zie je hele grote. Hier zie je een hele grote ui volgens mij. En hier een moderne auto. Kijk hoe mooi dat dan is. Dat kan soms wel haar zijn. Sommige mensen die stylen zoals haar. Dus sommige mensen hebben gewoon dit haar. Als haar. Dat is gewoon echt. Hoe ze het maken is gewoon echt. Gewoon zo cool. Ik dacht het was gewoon kunst, zomaar haar, maar het zijn eigenlijk gewoon belangrijke gebouwen van Rotterdam. Als je hier kijkt, is dit Rotterdam Centraal. Als je hier kijkt, zie je de markthal. Dit is gewoon de markthal gemaakt van vlechten. Dat is gewoon, wauw. Dit is de SS Rotterdam. En ook veel verschillende, de kubuswoningen. Dan zie je daar. Hoe heet dat ook alweer? Zijn van die drie gebouwen. Ziet echt super mooi uit. Daar zie je de Euromast. Wauw. Gewoon gemaakt van vlechten. Super leuk. En ook super creatief. Ik ben hier weer in de ruimte en ik moet denk ik afsluiten, want het is tijd om te gaan. Maar hier zie ik weer, hoe heet je ook alweer? Stijn. Stijn. Hi. En ik zie daar een hele leuke pakketje in altijd. En ik denk, we hebben iets voor je om je te bedanken dat je hier was. Ik vond het heel leuk. Sorry, dank u wel. Ze hebben gewoon iets voor mij om te bedanken dat ik er was. Ik ga het zeker aan jullie laten zien wat erin zit. Dank u wel, Stijn. Ik vond het echt super leuk. Deze knutselwerk zien ook super leuk. Dit ga ik ook openmaken, dat is zeker super leuk. En dan moet ik het jammer genoeg afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb hier heel veel ontdekt. Knutselwerken, mooie maskers van Afrika. Is echt super leuk. En ik zal hier zeker wel eens terugkomen als ik tijd heb. Dus ja,
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Subscribe en like op mijn kanaal. En dan zien jullie me in mijn volgende video.